Goedemorgen. Ja, wat moet ik erover zeggen? Ik heb, om precies te zijn, 2 uur geslapen. En dat is niet overdreven. En nu moet ik er de hele dag tegenaan. Happy mother life. En ik weet niet hoe het komt, want ik was echt zo moe. Maar we gaan ervoor. Ik heb zelfs vannacht nog, toen ik niet kon slapen, mijn hakken aangedaan. En voor de spiegel gestaan. Ja, het is echt heel erg. Ja, ik had één dingetje wat ik nog eventjes naar wilde kijken wat het beste was. Dus dat heb ik gedaan. Echt such a shame. Maar ja, beter wel dan het helemaal verknallen. Ik ga lekker ontbijten. Ik zal even kijken hoe laat het is. Bij jullie is het nu 5 voor 5. Ik heb trouwens ook een nieuwe vriend. Die zit er al een paar dagen, maar is nog steeds niet weg. Bij mijn lip. Maar ik hoop dat ze een beetje mooi kunnen make-up en dan moet dat ook goed komen. Zo groot. Ontbijt was echt wel heel erg groot. Echt bizar. Before. Yeah, thanks. It's like an old British accent. That's right. Oh, what did you do? Too much. For the lashes. We're done. Pas ook hier. Hier stonden al mijn kledingrekken zijn helemaal weg. Not your good.
I'm home! Yes! Het was zo erg leuk. Ik heb echt heel erg genoten. Ik had echt een superleuk team waar we mee werkten. En de mensen waren super aardig. En ze waren zo erg enthousiast en het ging zo goed. En normaal waren ze wat langer bezig. En nu hebben we het eigenlijk... Ik weet eigenlijk niet hoe lang we erover hebben gedaan. Ik ga even kijken. Het is nu... 5 uur. En nu heb ik nog ook nog bij het merk kleding uit mogen zoeken. Dus daar zijn we net heen gegaan. En we waren volgens mij rond 4:30 klaar. Dus we hebben het in 8 uur gedaan. Best wel snel voor Turkse begrippen schijnt. Want normaal doe je er 10 à 12 uur over. Maar we hadden een super goed team. En ik helpte met de kleding. En er waren andere mensen die helpten met de kleding. Daardoor ging het super snel. En dus denk ik eventjes naar jullie show hoe dit er allemaal uitziet. Nu ga ik denk ik eventjes lekker liggen, rusten en eten. Hoeveel outfits ik vandaag heb gepast. Ik heb niet geteld. Maar ik weet zeker dat ik er rond 300 heb gepast. Ik had wel een heel ander beeld denk ik ervan. Want ik dacht, oh je past nou 100 setjes en ja, je gaat weer verder. Maar het was echt... 6 shots bijna per outfit en weer omkleden en weer omkleden en weer omkleden. Het ging zo snel dat je echt zoveel had gepast. Helaas is mijn cameraatje ermee gestopt, want ik heb veel te veel gefilmd. Dus hij was gewoon op. Maar ik heb even mijn mobiel gepakt, want de roomservice kwam net binnen. En natuurlijk wil ik dat wel even vastleggen. Hier komt ie! Skip, als het goed is. Als goed is een skip. Met allemaal groenten. Heb ik hier tiramisu. Ja, ik kon het niet laten. Dat moet ik hier gewoon nemen. Daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. En vers geperste sinaasappelsap. Eet smakelijk. Het is nu... Hoe laat is het? Volgens mij is het iets van 11 uur. Morgen word ik om 10 uur opgehaald. Ik ga nu lekker slapen. Ik hoop dat ik al beter kan slapen dan vannacht. Ik zie jullie morgen. Ik hoop dat je genoten hebt van de vorige beelden. En ik hoop dat je nog gaat genieten van de beelden die gaan komen.